Van harte welkom allemaal bij Meis op Zondag vanuit de Orangerie bij Café Oncle Jean. Vandaag bij mij aan tafel de Bredaanse burgemeester Paul de Pla. En zoals gewoonlijk hebben we ook weer live muziek. En deze keer van Jessica van Oeverenzang en Jeroen Koning, jazzgitaar. Welkom burgemeester. Dank u. Om maar met de deur in huis te vallen, wil ik u ongeveer gaan vertellen van waar we het over gaan hebben. Allereerste plaats, noemt u eens een punt waar u heel erg trots op bent dat u dat in uw periode heeft meegemaakt. Of wat u in de toekomst gaat doen, want er zijn heel veel plannen voor Breda. Ja, waar ik heel erg blij mee ben, is dat het ons gelukt is om het station van Breda te openen en ook het station van Breda echt de betekenis te geven en ook het gevoel te geven van heel veel mensen. Ja, dat is echt een toegevoegd, dat voegt iets toe aan onze stad. Dat verbindt Belgrum met de binnenstad. Het is eigenlijk iets waar we naar de hand ook de verbinding met Amsterdam-Antwerpen mee kunnen krijgen. Er is natuurlijk heel erg hard aan gewerkt. Dat is niet de laatste anderhalf jaar ontstaan. Wethouder van Beuskom is ermee begonnen. Samen volgens mij nog met mijn voorganger Ed Nijpels. Het was in de tijd dat station waar mensen zeiden, hebben we dat eigenlijk wel nodig in Breda? Past dat wel bij onze stad? Kan die HSL niet veel beter via Roosendaal gaan lopen? Nou, dat waren mensen die toen de tijd het lef hebben gehad om te zeggen, nou, het is heel erg belangrijk dat Breda daaraan aanhaakt, want het is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van de stad. En ik ben blij dat ik samen met op dit moment wethouder Arbo het station heb kunnen openen. Je ziet ook dat er allerlei bedrijven al naar dat gebied toekomen. Omdat ze denken, daar gaat het in de toekomst gebeuren. Kijk ook naar de ontwikkeling van de rechtbank. Dan zeg ik, ja, daar ben ik trots op dat het gelukt is. Maar je laat ook gelijk zien dat het niet iets is wat je als burgemeester in een jaar of anderhalf jaar tijd doet. Maar dat is iets van lange adem en doorzetting waarbij je... eigenlijk zeg maar, zoals laatst ook iemand zei, volgens mij was het zelfs president Obama, dat je een soort estafettestokje hebt als bestuurder. En dat station van Breda, dat kun je niet in een periode doen. Maar het is wel belangrijk dat je iedere keer weer dat estafettestokje op een goede manier overpakt. En daadwerkelijk dan de eindfinish haalt. Daar ben ik heel erg blij mee. Nou ja, het is natuurlijk een fantastisch station. Ik reis heel veel naar Amsterdam. Maar wanneer... Ik denk ook dat Breda internationaal op de kaart zal zetten. Maar dan zal er toch heel snel die HSL-verbinding moeten komen. En hoe lang gaat dat nou nog duren? En wat is nou eigenlijk het grootste probleem waarom die er nog niet is? Het grootste probleem zit hem in de techniek op dit moment. De techniek, en dat heeft dan te maken met beveiliging software. Maar we hebben de toezeggingen op dit moment van... het ministerie en van NS, dat het uiterlijk eind 2017 allemaal gaat lopen en dat we dan ook echt in de reisschema's worden opgenomen. Maar eerst zien dan geloven, dat betekent ook dat we op dit moment natuurlijk ook de contacten met de Haagse Kamerleden aan het opvoeren zijn met het ministerie, op het voeren zijn samen met de provincie, om die belofte daadwerkelijk waar te maken. Want we zijn een internationale schakelstad, dat zijn we vanuit historie al. We zijn ook altijd frontlijnstad geweest. Schakelstad, verbinding. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen van als je gaat kijken waar wil je Vlaanderen met Nederland, waar wordt het met elkaar verbonden? Wat is dadelijk de plek waar je binnen een half uur in Antwerpen bent, binnen een uur op Brussel bent en aan de andere kant ook binnen een uur in Amsterdam bent, dan is dat Breda. En dan met zo'n aantrekkelijk woon- en leefklimaat, met zoveel goede voorzieningen, dan wordt het een hele aantrekkelijke plaats om je te vestigen. En dat zie je op dit moment al, dat er behoorlijk wat kantoren en bedrijven geïnteresseerd zijn in Breda-omgeving, omdat het aangenaam en prettig wonen, dat is de karakter van de stad, dat is de kracht ook van de stad. Iedereen zegt natuurlijk, ook als je over Breda denkt, wat een gezellige stad, wat een prachtige omgeving, maar tegelijkertijd ook hele goede voorzieningen. Maar tegelijkertijd ook, en dat is die derde plus wat maar heel weinig steden hebben, zo dicht en verbonden met openbaar vervoer, met de weg, met de omgeving in de Randstad, België en verder. En we zijn ook pas aan het begin, want over enige tijd zal er ook een HSL-lijn gaan lopen van Den Haag via Breda
Eindhoven naar Düsseldorf. Maar en dan heb je de verbindingen. Denkt u dat ik dat in mijn leven nog mee ga maken? Ik hoop het voor u. die HSL, ik hoop het zeker. Ik ben laatst, want dat is ook een van de activiteiten als burgemeester. Ik ben laatst bij iemand geweest die 105 is geworden. De oudste inwoner van de stad, mevrouw Nachtzwa. Nog stil heel erg fief en kwik. Maar voordat u 105 bent, is die trein er naar Antwerpen. En is ook die trein, want die trein ook naar Duitsland, dat maakt dan echt Breda een knooppunt van HSL-verbindingen. En dat is zo belangrijk, omdat je natuurlijk moet je goed nadenken over datgene wat in je eigen gemeente gebeurt. En wat je eigen buurt en wijken, leefbaarheid, veiligheid, heel erg belangrijk. Maar wil je als stad overleven, wil je als stad toekomst hebben, dan moet je aangehaakt zijn op die grotere lijnen in het Europese. En ja, dadelijk is Breda eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de poort voor België. Maar ook, kijk maar eens hoe snel je dan vanuit Breda dadelijk in Londen bijvoorbeeld bent of in Parijs. Dat maakt de stad ook aantrekkelijker. Het kan mij niet snel genoeg. Nee, mij ook niet. Maar, ja, ik heb zo ontzettend veel eigenlijk met u te bespreken. Dit is dan een heel groot pluspunt voor de stad. Maar ik had geen idee bijvoorbeeld wat u nou, hoe zo'n gemeenteraadsvergadering die u voorzit, hoe dat nu gaat en wat daar nou eigenlijk besproken worden. Nou, wij zijn naar zo'n gemeenteraadsvergadering op 3 november gegaan en daar werd de begroting werd daar besproken. Waar ik ook nog een heleboel mooie plannen heb voorbij zien komen. We gaan even naar een filmpje kijken om hoe u dat nou doet. Oké. Okay. Dames en heren, ik heet u allen van harte welkom bij deze speciale raadsvergadering en ik vraag iedereen om te gaan zitten. Bij deze speciale raadsvergadering namelijk deel 1 van de begrotingsbehandeling. Maar voordat we daar aan toekomen en voordat we toekomen aan de eerste termijn van de raad, en wellicht dat we daar ook een goede afspraak kunnen maken over hoe we het vandaag precies gaan doen, wil ik eerst stilstaan bij het overlijden van een oud-wethouder van de gemeente Breda. En dat is de heer Van Dun. En ik wil daar graag een in memoriam voor uitspreken en dat doe ik achter het spreekgestoel doen. Beste mevrouw Van Dun, beste Ayan, de zoon van Hans Van Dun, overige familieleden die op dit moment misschien live of later via de opnames deze raadsvergadering meemaken. Ik wil u van harte welkom heten in onze raadsvergadering. Een plek die voor jullie zeer vertrouwd zal overkomen en zeer vertrouwd is, zoals ik net met jullie ook heb kunnen bespreken. Geachte raadsleden van Breda, helaas sta ik hier met enige regelmaat, omdat we in deze raadzaal stilstaan bij het wegvallen van een oud collega. Een oud raadslid, een oud wethouder. Goed, dames en heren, dan beginnen wij met de raadsvergadering waarbij ik als mededeling heb dat ik vandaag berichten van verhindering heb ontvangen van mevrouw Tecklenburg, de heer Kwaars en mevrouw Wiegeraad. Er is in ieder geval, en dat neem ik aan dat u dat helemaal goed hebt gevonden, een bloemetje gestuurd en attentie naar mevrouw Wiegeraad, omdat ze al enige tijd ziek is. Dat hebben we gedaan namens u allen om op die manier te laten zien dat we haar met haar meeleven. En ook de heer Nui heeft zich overigens afgemeld. Daarmee hebben we in ieder geval voor deze eerste avond de afmeldingen met u doorgenomen. Dan kijk ik naar de vaststelling van de agenda. Ik neem aan dat we akkoord zijn met de, in ieder geval de agenda zoals je vaststelt, maar misschien dat er een vraag van de orde is. Meneer Elbers, namens fractie van het CDA. Ja, inderdaad, voorzitter. Ja, het is natuurlijk een bijzondere avond, dus ik ben ook benieuwd hoe dat gaat vanavond. Maar er worden nogal wat, voor zover ik gezien heb. Maar voordat we toekomen aan de eerste termijn van de raad, hebben we nog een huishoudelijke activiteit. Namelijk, wij willen graag een nieuw raadslid laten deelnemen aan onze raadsbeslagen. En dat heeft te maken met het feit dat mevrouw Vermeer in blijde verwachting is en recht heeft op zwangerschapsverlof. En daar zijn we heel blij om. Mevrouw Hemels. Mevrouw van Hemel. Sorry, ik zei Hemels, maar u bent Hemels, maar u bent mevrouw van Hemel. Sommigen zeggen van wel, ja.
Mevrouw van Hemel. Ik ga niet vast doen, maar we gaan niet tegen de gezicht. Nee, excuus. Meneer Hemels, ik verklaar dat ik om tot raadslid benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gunst of gift heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als raadslid naar eer en geweten zal vervullen. Dat mag u zeggen. Dat is klaar en geloof ik. Dan bent u nu raadslid van de gemeente Breda. Vlag gefeliciteerd. Ja, nu is het echt afgelopen. En dat wist ik helemaal niet, dat als een raadslid door ziekte of met zwangerschap verlof, dat die dan vervangen wordt. Ja, dat is sinds enige tijd is dat. En dat heeft ook te maken met het feit dat dan iemand die ziek is of zwanger is, zonder aarzeling kan zeggen, ik treed even terug. Omdat je weet dat je dan na zoveel weken weer opnieuw geïnstalleerd zou kunnen worden. In het verleden was het zo, dan nam je echt afscheid van de raad. En als de opvolger van je zei, ja, dankjewel, maar ik ga mijn zetel nog niet meer afstaan. Ja, dan had je pech. En dat vonden we niet fair. Oh, dat gebeurde wel eens. Ja, dat gebeurde wel eens. Want je gaf dan echt, je zei dan echt van, ja, ik kan het niet anders doen dan mijn zetel teruggeven. Nou, dan kwam dan een opvolger in beeld. En die dacht, nou, na 16 weken, ik zit eigenlijk wel lekker. Ik heb het wel goed naar mijn zin. Waarom zou ik eigenlijk nog mijn zetel teruggeven? En wettelijk gezien was er dan geen mogelijkheid om die zetel terug te eisen, want hij of zij had daadwerkelijk recht op die zetel. En om te voorkomen dat iemand die ziek is of die zwanger was, dan eigenlijk onnodig lang in de raad blijft zitten, wat eigenlijk niet verstandig is, of thuis zit en eigenlijk de zetel onbezet laat, hebben ze deze regeling ingesteld, waarbij degene die je dus iemand vervangt, ook weet dat na 16 weken het ook echt weer over is en je weer plaats maakt voor degene wie je tijdelijk hebt vervangen. Ja, nou, ik ben tot de conclusie gekomen ik zal natuurlijk toch u zeggen, heel veel ontzag voor de burgemeester, dat u die vergaderingen streng, doch rechtvaardig leidt en met een grapje. En een commissielid, vroeg ik wat hij nou van de burgemeester vond. En hij zei tegen mij, hij staat boven de partijen en hij doet het heel goed. Ik was weer even bang dat hij niet boven de partijen zou staan, maar net als Van der Velde laat hij dat niet prevaleren. Ja, dat is fijn om te horen, maar het blijft ook altijd het dubbele natuurlijk van de positie van de burgemeester. Je bent lid van het college. Je zit elke dinsdag, vergader je met het college van wethouders en neem je beslissingen. En in die raad doe je net alsof je daar geen onderdeel van bent geweest. Want je moet iedereen tot zijn recht laten komen. Nou, dat vroeg ik mij nou af. Want er werden natuurlijk een hele... Het ging over de begroting van 2017. Nou, en ik heb gehoord dat jullie van Breda heeft ontzettend veel geld van het Rijk gekregen. Iets van 2082 euro per inwoner. Ja. Wat gaan jullie daar allemaal mee doen? Wordt iedere burger daar... Maar het is het geld wat we ieder jaar al krijgen van de burger. Het is niet ineens dat we dat nu krijgen. Maar jullie krijgen wel meer, een aantal steden krijgen meer dan anderen. Ja, dat heeft dan weer te maken met het karakter van de stad. Wij zijn bijvoorbeeld de centrumstad. Dat betekent dat een aantal taken of een aantal gelden, bijvoorbeeld als het gaat over... Veilig thuis, dat is een activiteit waarbij je, als er sprake is van huiselijk geweld of problemen in gezinnen waar agressie of geweld aan de orde zijn, dat loopt via de gemeente Breda. Dan voeren we die taak ook uit, mede voor alle andere gemeenten in de regio West-Brabant. Maar we doen dat wel zeg maar, vanuit de portemonnee, vanuit Den Haag de portemonnee naar Breda en dan vanuit Breda weer naar alle andere gemeenten. En dan betekent het soms dat je meer geld krijgt. Tweede reden is dat wij altijd meer geld krijgen dan andere gemeenten. Is dat ook een klein beetje wordt gekeken naar het karakter van je stad. En dat heeft te maken naarmate je bijvoorbeeld veel mensen hebt met, of relatief gezien veel mensen hebt
met die werkeloos zijn of veel mensen hebt die een lage opleiding hebben genoten, lage schoolopleiding hebben genoten, dan krijg je verhoudingsgewijs meer geld van het Rijk, omdat je weet dat dan een aantal voorzieningen in jouw stad of in jouw gemeente op een hoger niveau liggen dan in gemeenten waar het anders is. Gemeente Breda in vergelijking met de regio krijgen dan veel geld. Maar zoals u wellicht weet, ik kwam uit de gemeente Heerlen. Daar zijn de maatschappelijke problemen nog veel malen groter in Zuid-Limburg. En die krijgen weer veel, veel meer geld per inwoner dan dat wij in de stad Breda krijgen. En dat is ook logisch, omdat daar de maatschappelijke problemen ook op een stuk hoger niveau liggen. Of een zwaarder niveau liggen, wat betreft opleiding, werkeloosheid, ziekte en dergelijke. Daar wil ik het eigenlijk straks nog met u over hebben, van hoe het met de tweedeling in Breda staat. Maar ik wil toch nog even teruggaan naar die raadsvergadering waar al die prachtige plannen kwamen, waar dat commissielid zei, er is vanavond pers bij, dus dan doen ze extra hun best. Eigenlijk is er altijd pers bij. Dus dan zover. Maar wat je wel had, is, en dat probeerden we ook echt, en dit vind ik wel gelukt, dat je politieke partijen, het gaat over de begroting van volgend jaar. Dan kun je gaan praten over een detail, bijvoorbeeld hoe het precies staat met de verkeerslichten op de Claudius Prinsenlaan. Ja. Of hoe het nou precies zit met op de Baronielaan of juist ergens op de Hoge Vught, een heel klein onderdeel. Maar probeer nou eens eigenlijk aan te geven richting je achterban, richting je stad. Wat zijn nou eigenlijk jouw vergezichten? Wat is jouw stip op de horizon? Waar wil jij het eigenlijk naartoe als het gaat over de toekomst van Breda? En ik vond, wat dat betreft, het ook wel uitdagend dat een aantal politieke partijen daar ook echt nadrukkelijk gebruik van heeft gemaakt. En ook vergezichten presenteerde in de wetenschap. Bijvoorbeeld, de VVD-fractie kwam met het beeld van de ontwikkeling, de nieuwe doorontwikkeling van het gebied rond de Markt. Maar dan aan de noordkant doorontwikkelen van de stad. Plannen maken, zodat we als stad ook door kunnen groeien naar zo'n 200.000 inwoners, wat noodzakelijk is om alle voorzieningen op peil te houden. Dat is van de plan, de nieuwe Markt, om helemaal tot Ter Heide een heel nieuw stadsdeel te ontwikkelen. Ja, en daarvan zei ik, daar waren die algemene beschouwing ook voor bedoeld. Omdat je dan niet het hebt over direct de verkeerslichten die we vandaag hier moeten neerzetten of de losliggende stoeptegel, dat is allemaal belangrijk. Ja, maar zoiets ga ik straks wel aan de orde stellen, hoor. Natuurlijk, dat is ook belangrijk. Want als je namelijk het verhaal over de toekomst, naarmate je het verhaal over de toekomst houdt, dan moet je datgene wat je hier en nu doet, wel op orde hebben. Want anders vertrouwen mensen je niet. Want dan is die verhalen over de toekomst, kan eerder worden beschouwd als een vlucht naar voren, in plaats van een inspirerend vergezicht. En daarom zeg ik ook altijd, wat je moet doen is als politicus een beeld voor de toekomst hebben, daarin mensen meenemen, laten zien waar we naar werken. Vergelijkbaar als dat verhaal van Via Breda, het station van Breda, wat ook een vergezicht was, waar we een aantal, waar we tientallen jaren aan gewerkt hebben. Maar tegelijkertijd is het heel belangrijk om het hier en nu, waar het gaat over de concrete vragen die mensen nu hebben, om die op een goede en op een serieuze manier op te pakken. Ja, zeker. We gaan straks verder, maar we gaan het even onderbreken, omdat dat we naar de muziek gaan luisteren. En die is deze keer van Jeroen Koning, jazzgitaar, en Jessica van Oeveren zang. Wat gaan jullie voor ons? We wilden wel een beetje aansluiten bij de actualiteit van de afgelopen week. Jullie weten natuurlijk ook allemaal dat meneer Trump is gekozen tot president. Dus we dachten van, oké, dus vroeger zongen we voor de gasten van jouw programma, zongen we een speciaal ingekleurd lied over die gasten zelf. Dat hebben we voor meneer De Plaan niet gedaan vandaag. Maar we dachten, we sluiten wel aan bij de werkelijkheid. En wat is er dan allemaal aan protestsongs geschreven? Nou, echt bakkenvol. Maar we dachten aan Burt Bacharach en Hal David. Heel beroemd gemaakt door Dionne Warwick. En het heette What the World Needs Now is Love. Dus dat wilden we gaan doen. Is goed? Leuk. Ja, oké. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord,
we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last for all time. What the world needs now is love, sweet love. That's the only thing that there's not enough. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Oh Lord, we don't need another meadow. There are cornflakes and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you wanna know. What the world needs now is love, sweet love. And that's the only thing that there's not enough of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. What the world needs now is love, sweet, sweet love. Jessica en Jeroen. Burgemeester, we hebben het over de pluspunten gehad, voornamelijk in het eerste gedeelte. Dan kom ik nu. Zijn er problemen in de stad waar u wakker van ligt? In ieder geval zich zorgen over maakt. Ik geloof niet dat u ik zo niet gauw wakker ligt. Nee, klopt. Maar okay. Wel, waar ik wel zorgen over maak, daar zijn problemen bij. Dus ik vind er eigenlijk twee zaken waar ik me echt wel zorgen over maak, is de criminaliteit en ondermijnende criminaliteit. Eigenlijk de georganiseerde criminaliteit, die echt wel op heel veel plekken in West-Brabant zijn sporen nalaat. Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar het aantal liquidaties wat we vorig jaar in de regio voor de kiezer hebben gekregen. Maar tegelijkertijd ook als ik zie hoe dat netwerk van die georganiseerde criminaliteit ja, langzaam zeker een soort grip op die samenleving probeert te krijgen. Waarvan ik zeg, als we nu niet met de maatschappij een vuist maken tegen die georganiseerde criminaliteit, we wel eens de slag kunnen verliezen. En dan denkt u aan West-Brabant als de wietschuur van Nederland? Maar ook als de synthetische, waar het gaat over synthetische drugs. En ik zie tegenwoordig ook met een zeehaven als zeehavens in Vlissingen en Terneuzen, gewoon de Zeeuwse zeehavens, ook de zorgen rond de kooksmokkels en de kookactiviteiten. Ja, daar gaat zoveel geld in om en met dat geld kunnen mensen zoveel posities innemen in de samenleving. Daar word ik wel eens heel erg zorgen over. Als ik bijvoorbeeld zie, wat je totaal niet verwacht, de discussie die we laatst hebben gehad over autoverhuurbedrijven. Een groot gedeelte van de autoverhuurbedrijven in het Brabantse zijn eigenlijk de logistieke sector, of de logistieke schakel van de georganiseerde criminaliteit. Want ja, hennep en ecstasy, et cetera, moet je vervoeren. Nou, dat doe je niet met je eigen auto, want als je dan gepakt wordt, dan loop je gelijk tegen de lamp. Dus wat doe je? Je huurt autoverhuurbedrijven in, want dan blijf je onder de radar als georganiseerde criminaliteit. En als je dan ziet hoeveel autoverhuurbedrijfjes in West-Brabant er staan, en je vergelijkt dat met andere steden, dan baat me dat zorgen. Maar ook laatst dat er in de kantine van de voetbalclub Steenbergen voor duizenden ecstasy-tabletten werden gevonden. Ja, en dan zeg je, ja, dat is nou een toeval. Nee, jij moet je eigenlijk zorgen maken dat die voetbalclub in handen is van de georganiseerde criminaliteit. En daar voetballen je eigen kindertjes, nietsvermoedend. En je denkt, god, dat gaat toch lekker, want die club wordt ondersteund door die
aardige man en die subsidieert het en die zorgt ook nog eens een keer dat er goede spelers binnenkomen. Maar voordat je het weet is zo'n voetbalclub waar jouw kinderen zitten, of waar je zelf ook je jeugd hebt doorgemaakt, laat zeggen ingenomen door die georganiseerde criminaliteit. Dat baart mij, waar het gaat over West-Brabant, heel veel zorgen. Tweede zorg die ik soms heb, is de discussie die ik ook wel heb, en is de discussie over hoe kunnen we de contacten in de samenleving op een goede manier op peil houden. Krijgen we dadelijk, en de verkiezingen van Trump is daar natuurlijk ook wel weer een soort signaal van, de tweedeling in de samenleving, het gevoel van uitgesloten te zijn. Want ik zeg aan de ene kant, ik had ook liever gehad dat Hillary Clinton had gewonnen. Ik had ook veel liever gehad dat de stem van de hoop het had gewonnen dan de stem van de teleurstelling. Maar ik vind wel dat je goed na moet denken, waarom zijn zoveel mensen teleurgesteld in het huidige systeem en hoe kunnen wij daar met elkaar over in gesprek raken? Daar gaan we zo op door, maar ik wil nog even terugkomen op het eerste probleem wat u ziet. In Heerlen hield u zich al bezig met dat u ontzettend voor de legalisering van de wietteelt bent. En nu wil het geval dat het deze week in de stem stond dat er oproer in VVD Brabant tegen beleid softdrugs. Zij willen ook legaliseren. Ja. Wij laten even een filmpje zien dat u in een debat zit wat hierover gaat onder leiding van Filimon Wesseling. En wat voor standpunt u daar inneemt. Nee. We gaan dit debat aan de hand voeren van stellingen. De eerste stelling die luidt, want dan gaan we ook meneer De Pla iets verder weg van de zaak van Laarhoven, maar proberen het debat iets algemener te voeren. De eerste stelling luidt: het gedoogbeleid is onduidelijk en niet transparant. Eens of oneens? Het is duidelijk, maar het is niet transparant. En het zorgt in ieder geval niet voor een transparante, duidelijke keten. En kijk, ik ben vanuit het openbaar bestuur, vanuit de overheid, vind ik het heel erg raar dat we een systeem hebben wat gebaseerd is op illegaliteit. Ik ben echt voor het decriminaliseren van de hennephandel, de hennepproductie en de hennepverkoop. Ik ben niet voor het vrijpleiten van criminelen. Daar zijn de advocaten voor, zeg ik als zoon van een advocaat. Als het een crimineel is. Nee, even plat gezet. Ja. Maar we weten allemaal dat ook criminelen recht hebben op een goede advocaat, die altijd zal beweren dat het op een gegeven moment iets anders is. We hebben het hier niet over criminelen, want iedereen is tegen criminelen. We hebben het over koffieshop-eigenaren. Maar in de discussie laten we ook heel helder zijn dat de huidige praktijk, en dat vind ik het meest vervelende, die gebaseerd is op het beleid van de overheid, mensen min of meer afhankelijk maakt van wel degelijk een criminele wereld. Want laten we één ding, de illegale hennephandel is gewoon een hele dikke handen van de criminele onderwereld. Ja, en laten we daar ook geen misverstand over doen. Want als we dat romantiseren, als we de moordpartijen die we hier in West-Brabant hebben gehad romantiseren, als we zien wat er allemaal gebeurt rond de illegale hennephandel, en we zeggen, dat is nee, wat veel erger is, dat de overheid een systeem heeft gecreëerd waarin de rode loper uitgerold is voor deze wereld. En dat baart me zorgen. En wat ik wil hebben is een decriminalisering van die hennephandel, zodat je een gesloten keten krijgt, maar niet het goed praten van de huidige criminele activiteiten. Nee. Omdat de achterdeur en de achterdeur van de coffeeshop is illegaal, de voordeur is legaal. Nou, wanneer die illegaliteit ophoudt en het legale gedooggedeelte begint, dat is soms ook nog best wel vaag. Vindt u een coffeeshophouder, zoals er hier eentje zit, vindt u dat een crimineel of niet? Ik bedoel, even over het algemeen zeg ik, ik denk het niet. Alleen, ze worden wel door het overheidssysteem gedwongen om zaken te doen met een criminele wereld. Maar als een coffeeshophouder het doet zoals de meesten het doen, dat is namelijk het dan ben je in de huidige praktijk in Nederland ben je voor een groot gedeelte afhankelijk van een criminele wereld. En dat is dus dan vindt u terecht dat die mensen gestraft worden? Dat zeg ik niet. Daar doe ik geen uitspraak over. Maar u vraagt aan mij, doen ze zaken met de criminele wereld? Ja, natuurlijk. Ja. Kan niet anders. Kijk, even als ik een café heb en ik mag wel verkopen en ik mag drinken, maar ik mag niet brouwen, dan is er één ding duidelijk, dan zal er degelijk sprake zijn van illegale brouwerijen. Ja. En die illegale brouwerijen, dat kennen we al van de maffia, worden gedomineerd door criminele organisaties. Daar hebben we in West-Brabant enorm veel last van. Dus het huidige systeem, en daarom zeg ik ook, ben ik voor decriminaliseren van de hennephandel. Dat is ook de reden waarom in de VNG-commissie, de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, hebben gezegd, zorg nou voor een gesloten keten, waarin je op een gegeven moment mensen niet meer langer afhankelijk laat zijn van een illegale
intransparante markt, ontransparante markt, die gedomineerd wordt. Want laten we daar elkaar ook niet voor de gek houden. Die wordt gedomineerd door criminele organisaties. Ja. Waar heel veel geld wordt verdiend, waar heel veel wapens in omgaan en waar heel veel dooien in vallen. Waarom is de politiek eigenlijk tegen drugs? Ja, ik geef flauw idee. Dat weet u niet. Nee, ik heb wel even in een discussie, en dat is misschien, en dat vind ik wel eens lastig. Het is niet alleen hier in Nederland, het is overal ter wereld. Even los van het feit dat het ooit eens een keer ergens besloten is. Maar kijk, vanuit mijn, zeg maar, zoals ik in het debat zit, ik ben wat dat betreft, ik ben niet pro of contra drugs. Ik constateer dat drugs gebruikt worden. En dan zeg ik, dan moet je, als je weet dat er drugs gebruikt worden, moet je het als overheid goed gaan organiseren. Dus ik ben ook een beetje moe van de discussie over cannabis is erger dan alcohol. Nee, alcohol hebben we het gewoon goed geregeld wat betreft de gesloten keten, waardoor een aantal nadelige effecten die we nu hebben in het softdrugsbeleid niet hebben. Is alcohol dan beter dan cannabis? Geen flauw idee. Is wat mij betreft ook een irrelevante vraag. Ja, nou, u staat er duidelijk in. Ik schrik wel van het felheid af. Nou, ik vond het zo grappig, want dit duurt natuurlijk veel langer. En Spong komt ook vaak aan het woord en die is daar, tegen. Ja, je moet zo, het was ook nog in een coffeeshop ook nog. Dus ja, aan het eind van de avond had je helemaal... De Kraals Company. Het sloeg naar je keel. Ja, nee, dat zou... Maar het viel mij daarop, die probeerde ook je nog te ontlokken of je wel eens een jointje had gerookt. Ja. Maar zelfs daar kon je niet met een grapje overheen gaan. Dus toen dacht ik, dit komt diep van uit uw gevoel. Van, dat klopt. Maar waar zijn die andere mensen, waar is Opstel en die dat allemaal heel erg tegen zijn en de meeste partijen denk ik ook nog? Ja, daarom is het heel erg belangrijk en heel erg interessant om te gaan kijken wat er nu in de VVD gaat gebeuren op het komend partijcongres komend weekend. Want als de VVD zeg maar, de oproep van de Brabantse VVD-steden steunt, ja, dan gaat er echt iets veranderen in Nederland. Ja. Maar waarom zijn ze tot nu toe erop tegen om dat gewoon te regelen? Omdat ik denk... En ik begrijp dat ook wel, naarmate wij het regelen en het normaliseren, het signaal, het is eigenlijk slecht, minder betekenis lijkt te krijgen. Mensen zeggen, als je als overheid het goed regelt, waar wij voorstander van zijn... Dan gaan steeds meer mensen gebruiken. Dan lijkt het alsof je zegt, het gebruik is akkoord. En dat is de zorg die men heeft. En ook nog eens een keer de zorg die men heeft... hoe het buitenland kijkt. En ik begrijp die zorg hoe het buitenland kijkt. Daarom zeggen we ook, wij willen niet een volledig vrijgeven van de productie, hebben wij als Vereniging van Nederlandse Gemeenten gezegd. Nee, we willen in feite eigenlijk alleen de Nederlandse markt ervoor zorgen dat de Nederlandse markt op een gecontroleerde manier produceert. Dus een bedrijf eigenlijk, of een aantal bedrijven die een vergunning krijgen van de overheid om te produceren. De coffeeshops verplicht zijn om bij die bedrijven de spullen te kopen, zodat je ook kunt zien wat de kwaliteit is van die spullen. Niet door criminelen geteeld, maar buiten het criminele circuit. Dat gaat naar de coffeeshops en de consument kan vervolgens dat spul kopen. In het verleden werd ook wel eens gedacht, daarmee is alle criminaliteit rond de illegale hennepteelt verdwenen. Daarvan zeggen wij, dat zal niet gebeuren, want voor gedeelte zal men blijven produceren voor het buitenland. Dus we hebben nog steeds veel capaciteit nodig om de illegale hennepplantages aan te kunnen pakken. Alleen als overheid heb je dan een systeem bedacht wat niet meer afhankelijk is van de illegale hennepplantages. Ik vind het nog steeds raar dat hier in de stad 8 coffeeshops een vergunning hebben van mij als burgemeester, waarvan ik weet dat ze alleen maar aan hun spullen kunnen komen door illegale activiteiten. Want eigenlijk mogen zij niet, die spullen die ze krijgen, mogen eigenlijk niet geproduceerd worden. Alsof ze uit de hemel komen vallen. Nee. Ja, dat is natuurlijk, dat blijft gewoon heel erg raar. En daarvan zeg ik, organiseer het nou dusdanig, en nogmaals, omdat ik niet voor drugs ben, ik ben ook niet tegen drugs, ik heb zelf nooit softdrugs gebruikt, ik heb ook helemaal niks mee, maar ik wil wel dat de mensen die coffeeshop, die naar een coffeeshop gaan, weten wat de kwaliteit van de spul is en dat ze geen gif inkrijgen, want als ik soms zie hoe de illegale hennepplantages, hoe die gerund worden met welk gif, is onbegrijpelijk, maar veel belangrijker vind ik ook, ik zie langzaam zeker hoe die wereld steeds groter is geworden, waarbij mensen ook het idee hebben, als ik mijn schuur of mijn zolder ter beschikking stel aan een criminele organisatie,
ben ik uit de financiële zorgen. En ik doe toch iets wat de overheid eigenlijk zelf goedkeurt, want ze staan het goed dat er coffeeshops staan. En als ik zie hoeveel mensen er langzaam maar zeker in het systeem om even te gaan knippen. Ja, knippen is dan de hennepplantage te knippen, of te vervoeren. Of er worden steeds meer mensen heel geleidelijk aan een onderdeel van het circuit wat verantwoordelijk is voor die illegale helpmarkt. En ik wil het stoppen omdat ik mij grote zorgen maak over de greep die de georganiseerde criminaliteit in West-Brabant, maar ook in andere delen, ook in Limburg, op de samenleving aan het krijgen is. Nou ja, ik hoor dus, of ik las dus dan ook veel boeren gaan toch voor het geld die het slecht hebben in West-Brabant. Maar wat nog erger is, dat statushouders, die asielzoekers die een woning hebben gekregen, dat ik deze week las, dat die ook door dit soort misdadigers, criminelen, worden benaderd om die mensen hebben niks, dus hoe aantrekkelijk is het om daar een paar... En je hebt ook nog, je hebt voortdurend de argumentatie, maar de overheid staat er toch toe. En ik vind, er zijn maar twee wegen die we rond het coffeeshopbeleid kunnen hebben, softdrugsbeleid kunnen voeren. Het ene is dat we zeggen, eigenlijk willen we af van alles. Maar dat betekent namelijk ook geen coffeeshops meer, ook niet meer accepteren dat er gebruikt wordt. Dan heb je ook geen illegale hennepplantage meer nodig, dan heb je namelijk ook weer een logisch systeem. Ik geloof daar eerlijk gezegd niet in, omdat ik namelijk denk dat er heel veel mensen, kijken naar andere landen, dan op de illegale markt weer gaan gebruiken, op straat, et cetera. Dus ik zeg, ik constateer of ik het nou leuk vind of niet leuk vind, dat er nu eenmaal veel mensen hennep gebruiken, net zoals er heel veel mensen alcohol gebruiken, dan kunnen we het maar beter goed organiseren. Want alcoholgebruik is niet goed, dat weten we, daarvoor hebben we campagnes. En dat betekent ook dat we zeggen, we gaan het goed organiseren. Hetzelfde geldt eigenlijk voor een gedeelte, bijvoorbeeld waar het gaat over gokken. Daarvan weten we ook dat het verslavend is, niet altijd goed is. Okay. Dus hebben we dat ook georganiseerd bijvoorbeeld in de Holland Casino's. Ja. En zo zou ik zeggen, jongens, het is niet omdat het goed is, hennepgebruik. Nee, hennepgebruik heeft grote risico's en moet je dus ook goed begeleiden. Maar we weten dat het gebeurt. Zorg ervoor als overheid dat je dan het goed organiseert, zodat criminelen er geen grip op kunnen krijgen. Alcohol is uit de illegaliteit, maar kunnen... Kan de politie, kunnen jullie niks doen tegen die grote jongens die daarachter zitten? Ja, er gebeurt... Maar je leest zelden dat die gesnapt worden. Of dan heb je toch nog een paar handlangers van die mensen die het echte grote geld... En de vraag is, kijk, want die criminele organisaties zijn heel slim. Want ze zetten de meest kwetsbaren in om de hennepplantages te laten opzetten. Hun schuren of mensen te laten werken. Als er dus iemand gepakt wordt, dan zijn het altijd die pionnen. De echte georganiseerde criminaliteit blijft voor een gedeelte achter, buitenschot. En die zitten al in de bovenwereld, verweven. Soms zitten ze verweven in de bovenwereld, soms zitten ze in andere landen en organiseerd. Wij zeggen tegenwoordig in West-Brabant, naast het aanpakken van die kopstukken, wat wel belangrijk is, kijk ook naar een discussie over bijvoorbeeld iemand als Klaas Otto, waar natuurlijk het een en ander gebeurt. Naast het aanpakken van die kopstukken, wat nooit mag stoppen, is het ook heel verstandig om na te denken over hoe werkt die georganiseerde criminaliteit. En één ding bijvoorbeeld, ik zal het heel simpel houden. Hennepplantages, u en ik kunnen die hennepplantages niet organiseren. Omdat we niet de kennis en de kwaliteit hebben om de elektriciteit dusdanig te organiseren, dat we een hennepplantage, de elektriciteit van een hennepplantage kunnen hebben. Er moet behoorlijk wat stroom, er moet illegaal afgetapt worden, et cetera. Als wij dat gaan klussen, dan weet ik één ding zeker, dan is de kans groter dat we overlijden door te veel volt. Als de boel in de fik vliegt. Ja. Dus er zitten elektriciëns achter die ingezet worden om dat allemaal voor elkaar te krijgen. In al die hennepplantages, allemaal georganiseerde elektriciëns. We kunnen dus, als die elektriciëns, is een vitale schakel, zonder elektriciëns geen hennepplantages. Dus kunnen we veel beter ervoor zorgen dat we de elektriciëns eruit zien te halen, want dat betekent namelijk dat een noodzakelijke schakel om tot hennepplantages te komen verdwenen is. Hetzelfde geldt voor de stekkerijen. Stekkerijen zijn nog geen echte hennepplantages. Maar met stekjes kun je heel veel hennepplantages opzetten. Als we in staat zijn om die stekkerijen te ontmantelen, één stekkerij bijvoorbeeld van 20.000 stekjes, wat eigenlijk voor de markt nog heel weinig voorstelt, maar die 20.000 stekjes leiden tot enorm hoeveelheid plantages. Als we dus in staat zijn om de stekkerijen aan te pakken, of als we in staat zijn om de grow shops, waar eigenlijk je zou kunnen zeggen is een soort de Hubo
van de illegale hennepplantages, de bouwmarkt van illegale, als we daar in staat zijn om daar in te grijpen, dan lukt het die criminelen niet meer om hun hennepplantages en alle stappen die ze moeten zetten om uiteindelijk hennep te kweken, om die voor elkaar te krijgen. En dan frustreer je ze dus, doordat je in feite eigenlijk die vitale schakels uit het productieproces van hennep eigenlijk onmogelijk hebt gemaakt. En dan pak je ze dus niet alleen door ze aan te pakken en achter een paar jaar op te sluiten, maar dan pak je ze in feite eigenlijk ook door die vitale schakels in dat proces te stoppen en ze dus in feite eigenlijk niet meer in staat te stellen om hennep te kweken en hennep om geld te verdienen met hennep. Nou, laten we hopen dat het gaat lukken, om dat voor elkaar te vinden. Ja. Maar één ding ook zeggen, ja. Neem me even laat. Ja? Het is ook in het belang dat mensen, als ze het gevoel hebben dat naast hun hennepplantage of in hun buurt, dat ze dat melden. De belangrijkste meldingen zijn anonieme meldingen om hennepplantages. En hennepplantage melden is niet het verlinken van uw buurman. Nee, het is opkomen voor uw eigen veiligheid. Want het grootste aantal branden wat in Nederland op dit moment ontstaat in huizen, wordt veroorzaakt door hennepplantages. Dus het is niet u verlinkt uw buurman of u verlinkt uw overbuurman. Nee, u komt op voor uw eigen veiligheid. Want als je ziet welke risico's je loopt als je toevallig naast een hennepplantage woont, ja, dan moet je niet aan denken. Een zeer gloedvol betoog. We gaan weer even naar de muziek. Hebben jullie ook iets vrolijks? Nou, Joni Mitchell, daar zingen we ook een liedje van. Big Yellow Taxi. Het gaat eigenlijk over de periode dat ze on tour ging en op Hawaii terecht kwam, midden in de nacht. Ze checkte in haar hotel. En de volgende ochtend deed ze blij de gordijnen open in de verwachting Hawaii te zien. Met, je kunt het zich wel voorstellen, wuivende palmbomen, prachtige natuur. En ze zag een enorm parkeerterrein. En vervolgens maakte ze daar een liedje over en dat noemde ze Big Yellow Taxi. Dus dat gaan we voor jullie zingen. Het heeft ook wel iets met duurzaamheid te maken. Ja. You paved paradise and put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? Pave paradise, put up a parking lot. Took all the trees and put them in a tree museum. And then they charged the people a dollar and a half just to see them. So don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You pay paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away your DDT now. Just leave the sparks on my apples and leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. They pave paradise and put up a parking lot. Last night I heard the door slam and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. No, they paved paradise and put up a and put up a parking lot. Dank jullie wel, burgemeester. Het uur vliegt om.
Maar ik wil u nog even confronteren met wat kleinleed van de burger, gewone burger in Breda. We gaan even kijken. Kent u deze meneer? Ja, dat is de burgemeester. Dat is goed, dat is de burgemeester van Breda. Wat vindt u, wat voor indruk heeft u van? Ja, redelijk indruk. Volgens mij doet hij het goed wat betreft een redelijke opvolger van, hoe heet hij ook weer, de vorige... Van der Velde. Van der Velde, ja. Ja, ja. Doet, ja. En wat vindt u van het parkeerbeleid hier? Oh, heb ik niet zo'n idee over. Wij lopen altijd naar de stad. Ja. We weten het alleen bij ons in de straat en dat is hopeloos. En waar is die straat? Eggestraat. Eggestraat. Dat is de verlengde van de Larijweg. Ja, ik ken hem. Lisette, weet jij wie dit is? Nou, ik denk de burgemeester van Breda. Nou, daar heb je gelijk in. En weet je ook hoe die heet? Nee. Meens? Nee. Nee. Paul de Pla. Aparte naam. Ja. Hij heeft burgemeester Van der Velde opgevolgd. Hij is nu anderhalf jaar bezig. Ja. Heb jij een indruk van hoe die het doet? Nee, totaal niet. Maar als het om parkeerbeleid gaat, dan kan het een stuk beter. Nou, wil je me daar iets over vertellen? Jazeker. Nu, het is zo, de Nieuwe Ginnekenstraat was voorheen gewoon parkeren met munten of met een betaalpas. Nu moet men een kenteken invoeren en men heeft er ontzettend veel last van. De mensen begrijpen het niet. Ze drukken op een groene knop en of op een startknop of een groene knop en dan kenteken. En dan één keer hebben ze een papiertje voor een kwartier gratis parkeren. Maar dat is niet wat ze nodig hebben. Ze willen gewoon langer kunnen parkeren. Dat is al een probleem. Dus daar stuit iedereen op. Dan het tweede probleem is het bijvullen. Want zeggen ze, ja, maar voor de doorstroming kan men niet bijvullen. Nou, ik zou willen vragen of hij het parkeerbeleid wat kan veranderen. Want dan praat ik even natuurlijk over het Van Koopplein. Nou, het parkeerbeleid is voor ons als horecaondernemers heel vervelend. Want onze gasten die komen op een donderdagavond, gaan ze de auto wegzetten. Dan kunnen ze anderhalf uur parkeren. En dan zouden ze hem graag bij willen vullen, maar dat kan dus niet meer. Dan moeten ze weg. Ja, dat is natuurlijk voor onze gasten heel vervelend. En dat zou ik graag vervangen willen zien. Maar ik vind gewoon, er zijn zo weinig, of er is nog zoveel parkeerplaatsen over, er wordt nog zo weinig geparkeerd hier. En het lijkt ook wel of we geboycott worden, omdat iedereen problemen heeft met die parkeermeters. Vooral oudere mensen, denk ik ook dat die hun kentekenbewijs niet uit het hoofd kennen. Vindt u dit makkelijk? Omslachtig. Ik vind het erg omslachtig. Het is een ouder publiek wat hier parkeert. Die heeft altijd een leesbril nodig. Die hebben ze niet zomaar op de borst liggen. Dus wat gebeurt er? Dan staan ze bij die parkeermeter. Moeten ze die kleine friemellettertjes moeten ze gaan lezen. Dus eerst moet die leesbril uit de tas. Vervolgens moeten ze gaan lezen om te kijken wat er nou precies geschreven staat. Dan nog begrijpen ze het niet helemaal. Nou, dus er is zoveel irritatie. En iedere keer komt men binnen en zeggen van ja, wat is dit voor een beleid? Valideren. Nu komt dat plaatje. Dat is toch ongelooflijk? Waarom kan dat niet? Heb jij nog dat andere ticket wat je wel gekregen hebt voor het gratis kwartier? Nee, ik heb niet de gratis kwartier. Ik had gewoon de maximum erin gegooid. Dus nou, niet op groen. Ja, wacht, druk op de groene toets voor 5 minuten gratis parkeren. Dat moet. Langer parkeren, betaal met munt of paan. Nou, probeer je pasje maar in te doen.
Kijk, nu lukt het trouwens wel. Wacht even. Bedrag. Kies voor parkeertijd. Kies een bedrag voor de parkeertijd. Dus moet je... Op, kijk, nu lukt het wel. Ja. Nou doet hij het wel. Ja, nu doet het wel. En dan denk ik, dit is een ouder publiek wat hier winkelt. Waarom niet gewone parkeermeters waar je gewoon met een betaalpas, zoals het voorheen was, kan parkeren? Oh, dan doet hij niks. Het is niet gelukt. Heeft u wel dat die 2-10? 1, 2 en dan nog... Nee, daar, dan moet u... Dus dan moet u... Helemaal opnieuw. Nou moet u helemaal opnieuw beginnen. Nou, ja, wat wij als Verkoopplein een hele goede oplossing zouden vinden, is dat de Concordia garage een andere naam gaat krijgen. Het Verkoopplein garage. Dat mensen de associatie hebben van, oh, daar kunnen we parkeren. En dan is dat de link naar het Verkoopplein. Dat zou voor ons een goede oplossing zijn. Nou, burgemeester. Eerst even een vraag. Wat is uw kenteken van uw auto? ZLZN20. Nou, zo vlot komt dat er niet uit. Nee, maar ik herken het. Want natuurlijk, als je in andere steden bent, moet ik het soms ook zo doen. En dan moet je op een gegeven moment ook denken, wat is ook weer het kenteken? En dan moet je, ja, ik ken het ook zo niet uit mijn hoofd. Nee, die oudere man die daar was, en die moest dan met bevende handen zijn briefje pakken. Ja. En dan had hij de munten had hij in zijn hand. En die vielen dan op het moment dat hij dat in moest drukken, die vielen op de grond. Dus dan moest dat geld opgepakt worden. Dit zijn ook van die zaken waarbij, even los, daar spelen verschillende zaken. Maar één ding is het feit van die nieuwe technologie die je in gaat zetten. Ja, voor de doorstroming. Nee, maar even gewoon die apparaten. Je wordt natuurlijk daar op een gegeven moment steeds slimmer. En je zult dadelijk ook apps, denk ik, krijgen. Ja, er zijn al apps, maar voor die oudere mensen die daar echt iedereen stond daar te stunten. Nee, dat weet ik al. Maar dan is de vraag even, want de neiging als er vernieuwing plaatsvindt, dan automatisch weer terug te gaan naar het systeem zoals we dat vroeger hadden. Dan weet maar ik wat was er mis met daarvoor? Dan weet ik ook één ding zeker. Dan zouden we nu nog allemaal met de typemachine bezig zijn. Omdat we een tijdje, ik weet zelf toen de typemachine naar de computer ging, dat ik op een gegeven moment zelfs, toen was ik 24 denk ik of zo, in het begin dacht van, is dit nou handiger? Nee toch, doe maar met een oude typemachine. Het vergt ook natuurlijk een klein aantal zaken om te zeggen van, ja luister, we moeten ergens aan wennen. En dan kun je, even los van de vraag of dit nou het meest handige systeem is, dan laat dat hel zijn. Maar je moet nadenken over vooruitgang en hoe kun je het gebruiksvriendelijk maken. Het tweede natuurlijk wat er meespeelt, en dat heeft te maken met de Verginnekenstraat, is het feit dat die aanloopstraat, hebben nu gezegd, een kwartier gratis parkeren. Ja. Om daarmee die aantrekkelijker te maken. Maar het tweede wat je natuurlijk wel wil, ook in het belang van ondernemers, is dat die straat niet gebruikt wordt voor mensen die op een goedkope manier heel lang kunnen gaan parkeren. Omdat dan namelijk, laat ik zeggen, er mensen gaan zitten die in de stad eigenlijk moeten parkeren, daarom eigenlijk richting een parkeergarage moeten gaan. Want dan is het namelijk, binnen de kortste keer staat heel de Verginnekenstraat vol. Ja, dat snap ik. En dan is het voor die ondernemers aan de Verginnekenstraat helemaal niet aantrekkelijk meer. Nee, want maar voor de horecamensen zoals dit was, nee, Jacques Lambrechts, die je zag, dat hun gasten daar zitten te eten en dan na anderhalf uur en dan kunnen ze nergens... Maar ik vond de oplossing die hij aangaf, nou, dat vond ik ook. Dat vond ik ook heel interessant. En dus is het zo goed, want we hebben afgesproken met de raad, we evalueren dat gratis kwartiertje parkeren. Leidt dat dan daadwerkelijk tot een verbetering? De aantrekkelijkheid van de aanloopstraten. En het tweede wat we doen is, hoe gaan we nou het parkeerbeleid in de toekomst daadwerkelijk vormgeven? En dan is het gewoon heel erg goed. En ik, Boas Adang, de wethouder van verkeer, is daar zeker ook bereid. Want hij wil nadrukkelijk ervoor zorgen dat je een gastvrije stad bent, waarin het parkeerbeleid ondersteunend is ook voor de economische aantrekkingskracht van de stad. Dus hij gaat zeker ook met ondernemers in gesprek om te gaan kijken hoe kun je een aantal zaken verbeteren. Waarbij wel, daar zit altijd een soort spanning in. Ik merk het zelf aan de wijk waar ik woon, in Zandberg. Daar is het gratis en het gevolg is omdat het daar gratis is. Daar parkeert massaal iedereen zijn auto om vervolgens naar hun eigen kantoor et cetera te lopen. Betaalprikkels helpen soms ook wel een klein beetje om ervoor te zorgen dat mensen niet ongericht ergens staan, maar eigenlijk daadwerkelijk ergens staan als ze er moeten zijn.
Want dat is uiteindelijk ook voor de ondernemers van belang. Dat daar klanten goed kunnen parkeren, dicht bij de winkels. Want daar hebben ondernemers het meest aan. Nou ja, we hebben natuurlijk nog meer ondernemers gesproken. Ja? Ik ben bijvoorbeeld ook bij de Opticien binnen geweest. Tegen Lohman of, weet ik niet. Maar die zei, ja, als mensen een bril bij mij komen uitzoeken of twee. En omdat die zijn vaker langer dan anderhalf uur bij mij in de winkel. Ja. En die kunnen dan... Dan moeten ze naar huis of ze moeten ergens anders naartoe gaan. Of gewoon een andere dag terugkomen. Of parkeren bij een parkeergarage. Ja, als jullie dat van code... Want ik wist het ook niet hoor. En ik zal u eerlijk vertellen, toen ik daar de eerste keer ging parkeren... heb ik de auto naar huis gebracht en heb ik de fiets gepakt en ben ik de stad ingegaan. Dus ik deed wel daar toen die ochtend... Maar het bijzondere is natuurlijk eigenlijk dat sinds zeg maar enige tijd dat gratis... eerste kwartiertje er is, om aantrekkelijkheid te maken. Ook om juist ervoor te zorgen, mensen komen even snel bij de bakker, want er zijn de opticien is er één. Maar je hebt ook de bakker. Maar ze zijn al een kwartier is al voorbij voordat het zo gelukt is. Nee. Maar toen was er ook nog een storing. Nee, dus. maar even goed om het systeem te kijken, is dit nou klantvriendelijk of is het niet klantvriendelijk? Hoe kun je het klantvriendelijker maken? Ja. Ook goed na om te denken van, oh ja, dat is eigenlijk wel heel erg logisch vanuit de horeca geredeneerd. Mensen blijven niet anderhalf uur, die moeten langer blijven. Hoe kun je dat dan? De volgende keer denk je, ik ga er niet meer naartoe. Hoe kun je dat bevorderen? Zeker omdat Van Kooplein natuurlijk ook de afgelopen jaren ontzettend enorm van kleur is verschoten. Ja. Zeg maar. Dus goed om erover na te denken. Dus wat dat betreft graag in gesprek met de ondernemers. En wethouder Adank zal zeker ook graag in gesprek gaan met de ondernemers om te gaan kijken hoe het systeem verbeterd kan worden. Goed onthouden, hè? Van Kootplein garage. Want ik kwam er nu voor het eerst, ben ik er met de cameraman, dat ik hem voor het eerst die garage daarachter zag. Dus dit lijkt me heel goed advies. Nee, maar dat is het mooie natuurlijk van dit soort, wat u heeft gedaan. En dan zeg ik ook altijd, wat we als politici ook van tijd moeten doen, is gewoon eens een keer, als we daarover praten, daar is gewoon met mensen gaan praten. Het enige wat ik wel altijd zeg, en daarom ben ik blij dat ik nooit wethouder van verkeer ben geweest, niks roept zoveel emoties op als parkeren. Waardoor je ook bijna als wethouder het nooit goed kan doen. Want enerzijds zeggen sommige mensen, zeggen maximale vrijheid. Andere mensen zeggen, ja maar wacht even, als maximale vrijheid is, dan staat er voor mijn deur steeds een auto's. En daar kan ik ook weinig mee. Dus ik heb ook altijd wel, ik vraag ook altijd wel enige compassie met de wethouder van mobiliteit om al die verschillende belangen rond parkeren. Want parkeren is echt waar je heel veel verschillende belangen hebt. Om met de wethouder mee te denken en ook weten dat elke keuze nadelen heeft. Want een ideale keuze heeft ze aan. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiting, want we zijn helaas alweer aan het einde van deze uitzending gekomen. Ik wil u alleen nog even vertellen van dat ik bestand, wat ik altijd een persbericht toestuur, daarin gevraagd heb of ze een vraag voor de burgemeester hadden en als ze die hadden, dat ik hem zou stellen. Ik heb inderdaad een heel groot epistel gekregen van Geert G. van Ossewaarder. En er stond een heel interessant plan in. Dat heb ik aan u gegeven. En, naar aanleiding van de Vrede van Breda. Want naar aanleiding van de Vrede van Breda, wat zich volgend... Ik wist helemaal niet de Vrede van Breda. Ik moest 350 jaar geleden toch naar Chatham, wordt een strijd tussen de Engelsen en de Nederlanders geweest. Vrede hier afgesloten, denk ik. Ja. En in Engeland heeft die strijd plaatsgevonden. En zij gaan daar naartoe en dat herdenken. Ja. En zijn vrouw is componiste en zij gaan met het mannenkoor en thematische concerten gaan ze er naartoe. Ik heb u de brief gegeven en ik geloof dat ze hier zijn en ik heb gezegd dat ze even hun gezicht aan u mogen. Ik gaf ook al aan dat toen de tijd Breda al een internationale stad was. En ook toen was het... Ja. Dat is het leuke. Neem even in het verhaal van Breda, wat we nu bedoelen, is dat juist... We maken die uitzending gewoon een beetje langer. Omdat je dan laat zien waar zit je kracht als stad ook in het verleden. En hoe kun je dat actueel houden? En die internationale ligging van de stad, niet voor niks kwamen de Oranjes hier. Ja. Niet voor niks waren wij hier militaire vestigingsplaats, omdat het internationaal zo'n scharnierpunt was. En dat willen we in de toekomst op een andere manier ook weer vormgeven. En dan kun je ook tegelijkertijd echt die unieke uitstraling van de stad, want we hebben het ook niet eens gehad over die militaire universiteit die we hebben. Moet eens kijken, die ligt hier bovenaan. Ja, ik zag hem. Blij met universiteit. Nee, u moet terugkomen gewoon. Dat is goed, ik kom terug. Oké, dank u wel. Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van Meis op zondag. En op zondag 11 december, dan ben ik er weer. Maak er een mooie dag van en tot dan.